En de wedstrijd is inmiddels begonnen. Jeremy Jonker met de lange bal. Natuurlijk de traditioneel lange bal. Nu op Ali Akla. En nu dan de corner. Nou, in principe een billenknijpmoment. Altijd bij Harkemaarse Boys. Dus we gaan kijken hoe dat gaat opgelost worden. Nou. Quincy Veenhoff die daar toch... ja, en dan gaat hij er toch in. Nee. Mark Bruintjes gaat dit doen. Het vonnis misschien wel vellen. Misschien de 1-0 aantekenen. Wie weet. Kijken of de muur van DVS daar toereikend is. Oeh. Dat gaat ook maar net naast. Loerend kijkend of ze de buitenspelers kunnen bereiken. Vindt Luiven daartussen. Handig daar, die Bijmers. Met Jeremy Jonker voor zich. Nou, die stuurt hij bijna het bos in. Maar dit loopt goed af. Maar Harkema heeft alweer die bal. DVS loopt een beetje erachteraan. En komt overal net iets te laat. En hier Bijmers weer met een schot. Kan Quincy Veenhoff daar? Nee. Alles is... kijk, kan... Nou, daar komt Benjamin Romion. Gaat 16 meter binnen. En... ja! Nee! Stef Nijland wist dat hij daar niet aan mocht komen, want anders was het buitenspel. Wat de grootste kans in één keer hier voor DVS. Maar wat hebben ze daar? Een pech. Harry Pinacci. In een wedstrijd die langzaam maar zeker toch interessant begint te worden. Ook doordat DVS nu iets meer gaat meedoen. Quincy Veenhoff. Stef Nijland. Och, wat lekker. Oh, DVS. Mooie redding natuurlijk, 1-1. Oh, lekkere voetballer hoor, die nummer 15. Jonge. Kijk, ook dit weer. Wordt gewoon gewonnen. Door Harkemaarse Boys. Schot. Duidelijk een prooi voor Daan Huiskamp. Foutief paasje, Stef Nijland komt niet aan bij Benjamin Roemion. Nu wel weer Heidi Pinacci. Maarten van Dijk. Zet de bal daarvoor. Oh, daar kan Ali Akla net niet met de punt van de schoen bij. Maarten van Dijk. Tim van den Berg. Pinacci. En terug weer. Wederom heel Harkema terug. Behalve Bijmers. Jeremy Jonker. Quincy Veenhoff. Goed. Ali. Krijgt een kansje. En daar komt hij. Ja, dat is hem. Quincy Veenhoff. Tuurlijk. Wie anders? Prachtig uitgespeelde aanval. DVS 33. Jeremy Jonker. Mee opgekomen. Strakke voorzet. Er stonden zomaar 2-3 DVS'ers. Maar Quincy Veenhoff bij de tweede paal tikt hem binnen. Maar we kennen Harkemaarse Boys als een ploeg die nooit, maar dan ook nooit opgeeft. Altijd zal blijven streven naar de overwinning. Komt die bal daar hoog? En komt hij, schot. Ja, dit is wel een goede redding hoor. Nee, toch niet. Dus ingooi. Kijk, dit is wel heel goed gespeeld hoor. Finn Kluiver die daar niet kan ingrijpen. Daar Nicolai. Visser. En oeh, ja, dit was nou zo'n strakke voorzet. À la Jeremy Jonker. Quincy Veenhoff tikt hem er wel in, maar Bijmers kon er net niet bij. Nu zet Harkemaarse Boys aan, voorzet. Laag over die grond. Tim van den Berg kon wegwerken, maar daar is Dennis van Duinen. Goed verdedigd, maar nummer 9. Oeh, dan moet Daan Huiskamp optreden. Tweede instantie, want daar is Margarita. Aguna. Maarten van Dijk. Ruimte voor Benjamin Romion aan de zijkant. Wel twee man meteen op hem. Stef Nijland. Vindt Kluiver kan ook, maar combineert daar. We hebben een mooie bal en die valt daarvoor Benjamin Romion.
Er zat een curve aan die bal. Jeremy Jonker. Pinassi. Jeremy Jonker. Stef Nijland. Prachtig gespeeld. Wat een mooie controle van Jeremy Jonker. En ook dat schotje van Benjamin Roumillon met een stuit. En nog steeds balbezit voor Quincy Veenhoff. Wat doet hij dat goed? Op kracht. Eigenlijk de kracht van Harkemaarse Boys. Maar dat kan Quincy Veenhoff dus ook gewoon een hele sterke speler. En dan moet je kijken, daar passeert hij ook nog een heerlijke tegenstander. En daar fluit de scheidsrechter voor de laatste maal. En speelt DVS 33 notabene hier 3 punten bij elkaar. Peter Wesseling, 1-0 overwinning op Harkemaarse Boys. Die telt. Ja, uiteindelijk telt de uitslag. Ik moet zeggen, het was wel een van onze moeilijkste wedstrijden thuis, denk ik. Goede ploeg, had het goed voor elkaar. Veel kracht, veel duelkracht, zeg maar. We zijn eigenlijk maar heel even in de wedstrijd geweest. Maar ja, je wint er wel meteen al. Eerste half uur was duidelijk voor Harkemaarse Boys, denk ik. Ja, ondanks dat we niet heel veel weggeven. 1 afgekeurde goal. Ja, volgens mij had die gauw geteld kunnen worden. Zijn we gelukkig. Het is natuurlijk wel zo dat wij de 2 beste kansen hebben gehad. Met Quincy en met Benna. Ondanks dat we eigenlijk niet in de wedstrijd zaten. We hadden moeite met hun fysieke spel. Met hun eerste bal naar onze spitsen toe. Naar hun spitsen toe, zeg maar. Dat is lastig mee. En aan de bal zetten ze ons dicht. En waren we ook niet bij macht om voetballend eruit te komen. Toch kwamen we in de tweede helft er zo nu en dan uit. En wisten niet altijd even slim gebruik te maken van de ruimtes die er toch wel lagen. Ja, tweede helft natuurlijk een stuk beter aan de bal. Hadden we het ook in het centrum wat beter staan. Ik moet zeggen dat Tim erg goed ingevallen is. Zijn we ook in die zin niet in de problemen gekomen. Wat meer duelkracht in je as, zeg maar, wat slimmigheid. En ik moet zeggen... Ja, toen maakten we 1-0. Nou, toen hebben we eigenlijk ook niet heel erg meer op hete kolen gezeten of zo. Ik had wel het gevoel dat we op dat moment de wedstrijd onder controle hadden. En we hebben denk ik 20 minuten tweede helft gedomineerd. Maken ook de goal. Goede goal. Eindelijk een keer doorvoetballen op hun helft. Via de zijkant. Rust aan de bal. En maak een goede goal. En ook weer Jeremy Jonker die daar weer op zijn goede plek stond en een prachtige voorzet afleverde. Ja, mooi. Veld was gesproeid in de rust, dus kreeg veel snelheid mee. En echt een geweldige goal zoals we graag willen. Ja, mooi. En toch ook over de streep trekken met een portie mentaliteit. Dat viel mij gewoon op. Want je kan door deze ploeg platgewalst worden, hè? Ja, zeker. Ik moet eerlijk zeggen, na een half uur had ik niet het gevoel dat we hier 1-0 zouden winnen. En uiteindelijk, groot compliment aan de groep dat we dat toch voor elkaar hebben gekregen. Ik moet zeggen, eerst zelf billen knijpen. Anderzijds, we hebben 2 beste kansen. En de tweede helft wat meer controle. Maar ook niet heel erg groots op de helft van de tegenstander kunnen spelen. En ik moet zeggen, we hebben ook niet heel veel kansen weggegeven. Mooi dat je nu eens een keer die wedstrijd naar je toe trekt met 1-0. Stef Nijland zegt te pletter gewerkt. Ja, iedereen. Iedereen natuurlijk hard voor gewerkt en voor gestreden. Dus wat dat betreft groot compliment aan de groep. En dat is duidelijk mooi natuurlijk, want uiteindelijk speel je natuurlijk wel voor de winst. Maar dat doe je op een bepaalde manier en dat zag er wel goed uit. We doen nog mee in de derde periode, gewoon daardoor ook. Hè? Ja, 9 punten. Er zullen er meer zijn met 9 of 10 punten, maar we doen nog mee. En dat is prettig in deze fase dat je nog ergens voor voetbalt.